Wouter van Bezien van Groen is komen aanschuiven. Dag meneer Van Bezien. Goedemiddag. Ja, het migratiepact van de VN moet door de federale regering worden bekrachtigd. Dat hebben we net ook gehoord. En toch stelt u een vraag aan Geert Bourgeois. Had je niet beter gebeld met een federale collega, met Christophe Calvo bijvoorbeeld, om aan Michel een vraag te stellen? Dat zal ook gebeuren. We zijn natuurlijk heel actief op de verschillende niveaus, ook in Europa, ook op het Belgische niveau. Maar voor Vlaanderen is dit pact ook belangrijk, omdat er verschillende elementen in staan die te maken hebben met Vlaamse bevoegdheden. Zoals bijvoorbeeld opleiding en zoals bijvoorbeeld integratie en inburgering. Zoals bijvoorbeeld de arbeidsmarkt en hoe die te structureren. Dus heel dat Global Compact, zoals het noemt, dus die wereldwijde overeenkomst binnen de Verenigde Naties afgesloten om migratie op een veilige en op een goede manier te structureren, heeft zijn impact op Vlaanderen, maatschappelijk, maar ook politiek op de bevoegdheden van Vlaanderen. En dan wil u weten van de minister-president, wat vindt u daar nu van? Ja, maar het is ook zo dat daar zijn de structuren voor in België om, want federaal weet men dat natuurlijk ook. We zijn een ingewikkeld land en veel bevoegdheden, als er internationale afspraken gemaakt worden, gaan over Vlaamse bevoegdheden. En dus de regio's worden betrokken. En dus Vlaanderen is betrokken geweest in een overlegcomité die dit soort dingen voorbereidt, om te zien van kijk eens, dit komt eraan. Wat vindt Vlaanderen eigenlijk? En daarom wou ik weten, u bent daar geweest als uw diensten, als Vlaamse minister-president. Wat is nu eigenlijk het standpunt van Vlaanderen geweest? Ja, en dan zegt de minister-president, kijk, we hebben die ontwerptekst gescreend en gescreend waar je de Vlaamse bevoegdheden raakt. Denk aan taalkennis in functie van integratie, verwerven van sociale normen, hoor ik hem zeggen, rechten en plichten. En kijk, er is blijkbaar geen probleem, de kous is af. Voilà, dus ik ben blij om dat te horen, want vooral daar. Maar u vertaalde het wel, dank u wel voor de steun waarop de minister-president zei, meneer Van Bezien, u begrijpt me fout, ik heb helemaal niet gezegd, ik steun het, we hebben gescreend en de screening is oké, dat is iets anders. Ja, ik weet niet goed waar het verschil ziet. Hè? Dus ik ben blij dat u het verschil ziet. Maar van het moment dat Vlaanderen zegt, hij heeft het beperkt. Hij heeft gezegd, het gaat enkel over die elementen die Vlaamse bevoegdheid zijn. Dat hebben wij bekeken. En daarvan heeft Vlaanderen, en dus onder verantwoordelijkheid van de Vlaamse regering, gezegd, voor ons is het in orde. Ja, dit wij strookt bekeken, met onze bevoegdheden. Dit strookt met wat wij willen en met wat wij doen. Dus maar u vertaalde hem meteen als steun en dat heeft hij toch wel ontkend? Daarna heeft hij het ontkend, maar dat was een politieke zaak. Hè. Dus daarna heeft hij gezegd, u mag het feit dat de Vlaamse regering zegt, ja, op die hoofdstukken die te maken hebben met Vlaamse bevoegdheden, vonden we het oké, mag je niet als steun beschouwen. En bent u nu ontgoocheld? Ja, maar het gaat voor mij ruimer dan dat. Het is heel duidelijk, en vooral in zijn tweede antwoord, dat hij daar zo ver mogelijk wil van afblijven. Maar het is ook zijn bevoegdheid niet, hè? Nee, maar... Het is die van de federale regering. Wij hebben heel... Ten eerste, het raakt rechtstreeks onze bevoegdheden, en de Vlaamse regering is erop bevraagd. Maar ten tweede, op heel wat andere internationale verdragen, die ook onze bevoegdheid rechtstreeks niet zijn, wordt er toch in dit parlement gediscussieerd. Wat willen we ermee? Wat vinden we ervoor? Die internationale... Zo'n pact over migratie, dat heeft een rechtstreekse impact op onze maatschappij in Vlaanderen. Want en dus mag het standpunt gerust wat forser zijn. En dus mag de Vlaamse regering, en moet de Vlaamse regering wat mij betreft, ook hier een standpunt innemen. En dus mijn oproep was, Vlaamse regering, ondersteun dit. Ga met ons akkoord dat het belangrijk is om op internationaal niveau, want Vlaanderen alleen en België alleen gaat dat niet oplossen, op internationaal niveau, op niveau van de Verenigde Naties, migratie ordentelijk te organiseren. Ja. En het belang van het pact is ook... U weet natuurlijk even goed als de kijker dat dit voor de minister-president lastig is. Natuurlijk, want hij is een N-VA'er. Hij heeft ook gezegd, ik spreek hier als minister-president. Ja, ja. Niet als enfin, hij is natuurlijk van de N-VA, maar hij spreekt als minister-president en zegt, migratie is een federale bevoegdheid. Was het niet een beetje een test voor de N-VA? Voor u? Nee, maar het is duidelijk dat hij niet wou antwoorden, er wou uitblijven, geen standpunt innemen. Net maar omdat wou je hem ook testen? In de Vlaamse regering... Ja, maar goed, we weten eigenlijk wat het standpunt van de N-VA is. Hè. Maar ik wou zien of dat in hoeverre de Vlaamse regering toch niet hier haar verantwoordelijkheid kon nemen, maar dat kon blijkbaar niet. Maar ik vind de positie van de N-VA echt problematisch, omdat men dit verdrag, dat een heel evenwichtig verdrag is, staan ook dingen in over, we moeten onze grenzen beschermen. Hè, want we maken dan graag van, ja, dat is hier weer zoiets van open grenzen. Nee. De grenzen moeten beschermd worden. Er staat ook duidelijk in dat mensenhandel, mensensmokkel moet aangepakt worden. Dat is onaanvaardbaar.
mensenhandel en mensensmokkel. Er staat heel duidelijk in dat de effecten van migratie, dat die gemengd zijn, dat er positieve effecten aan zijn, dat er negatieve effecten van aan zijn. Maar hier, ja, hier wordt een poging gedaan en hier worden handvaten aangereikt om dit met z'n allen in heel de wereld te samen te gaan organiseren. En hier moet je nu verantwoordelijkheid nemen. Ja. Maar je ziet in heel Europa dat het de populisten zijn. Het zijn de regeringen in Polen, in Hongarije, in Oostenrijk, waar de populisten aan de macht zijn, waar extreem rechts aan de macht is. Die beginnen op deze overeenkomst te schieten, om electorale redenen, omdat ze hopen daarmee kiezers te winnen. En de N-VA is die aan het achterna hollen. En dat mag je niet doen, dat mag je niet doen op basis van zo'n breekbaar en belangrijk thema. Ik hoor de minister-president ook wel zeggen, ik verwacht eigenlijk meer van een Europese aanpak. Ja. Kan u hem daarin volgen? Dat is ook nodig. En dat is rechtstreekser. Omdat dit is een niet bindende overeenkomst. Dit zijn engagementen van landen, maar landen kunnen daar niet op aangesproken worden. Maar het blijft belangrijk. Maar dat Europa effectief die een effectief beleid kan voeren en die daar effectieve bevoegdheden rond heeft, dat er meer moet samengewerkt worden, ja, dat is inderdaad... Dus u steunt zijn vraag wat dat betreft? Ik steun de vraag voor meer Europese daadkracht. Mm-hmm. Natuurlijk, wat Europa moet doen, daar zullen N-VA en Groen ook wel op verschillen. Hè. Ik denk dat wij meer belang hechten. Maar goed, het feit dat Europa moet ingrijpen... Absoluut, absoluut. Maar dat staat op geen enkele manier in contrast of in tegenspraak met het feit dat ook de Verenigde Naties op wereldschaal dit thema moet in de ogen kijken en daar antwoorden op formuleren. Ja, gelooft u trouwens in een Europese aanpak met de Salvini's en Orbán's van deze wereld? Het maakt het er moeilijker op, uiteraard. Hè. Dus als er politieke meningsverschillen zijn, komt dat nog verder. En ik hoop van harte dat de democratie en de democratische krachten in Hongarije en Italië terug de overhand kunnen nemen. En ik hoop ook dat onze Vlaamse partijen in hun Europese samenwerking ervoor zorgen dat men deze soort politiekers niet verder legitimeert, zoals bijvoorbeeld de CD&V wel doet door met Orbán mee in dezelfde fractie te zitten. Ja, zoals bijvoorbeeld het N-VA doet bedoelt u, ja? in het Europees Parlement. Ja. Zoals de N-VA doet samen met de Poolse regeringspartij. Maar goed, ik had begrepen in het begin van ons gesprek dat u niet alleen in dit parlement, maar ook in het Europese Bart Staes daar gaat over aanspreken, zodanig dat daar voor Groen het standpunt wordt vertolkt en de vragen worden gesteld. In elk geval bedankt om mijn vragen te beantwoorden. Graag, wat ervan bezien. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.